we niet meer. Want daar hoeven wij niet heen. Nou. Rechts. Nee, wij moeten hier rechts afstaan. Ja. Het is een aardige bocht. Mooi huis hier. Mooi huis, zeker ja. Was de camper ook heel goed? Ja. Zo in het Bretonse land. Heb je foto genomen, hoor? Ja. Maar eigenlijk ben ik alweer te dichtbij voor de telelens. En daar zijn we in New Orleans. Nee, niet New Orleans. New Orleans? Nee, nee, dat is even echt over de grote plas, hè? Ja. We zijn in Orléans. Hey, hallo. Dag, Ineke. Waar zijn we nu weer beland? Waar zijn we nu weer beland? Op het Franse platteland. Op het Franse platteland. Bij een monument voor de Tweede Wereldoorlog? Ja, er is een Lancaster neergestort hier. Oké. Okay. Op de terugweg vanuit Duitsland na het bombardement. En die zijn degenen die erin zitten, zijn hier omgekomen. Oké. Okay. Maar welkom bij vlog 76. Ja. 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 We beginnen weer. We gaan weer met het goede moeten verder. Ja, want we gaan nu richting Orléans. Ja. We hadden al een plekje uitgezocht. Ja. Dat is 2 uurtjes rijden vanuit hier. In een stad vlakbij de rivier en een kanaalbrug. Kanaal en een kanaalbrug. En daarna gaan we vrijdag naar Orléans. Ja. En daar blijven we het weekend zoals het eruit ziet. Ja. Maar goed, plannen kunnen veranderen. Hey Onno, goedemiddag. Goedemiddag. Om 2:50, een waterig zonnetje. En we gaan Orléans heen. Ja, we gaan de stad bezoeken. Dit keer op de fiets. Alles staat klaar. Jij ook klaar? Ja. Nou, daar gaan we ook maar. Hè? Helmpje alleen nog opzetten. Ja. En daar zijn we in New Orleans? Nee, dat is even over de grote plas, hè? Ja. We zijn in Orléans. Orléans, we hebben net een lekker cappuccino gedronken. Ja. Op het plein bij Jeanne d'Arc. Bij het beeld van Jeanne d'Arc. En nu lopen we nog even door de stad. Is druk nu hier. Nu zijn we bij het huis van Jeanne d'Arc. Ja. Tenminste, een reconstructie. Ja, en het is druk. Goedemorgen, Ineke. We gaan weer vertrekken. Klopt. Uit Le Mans. Ja, voorstad vlak. Ja, voorstad, camping. Ik ga nog even het vuil weggooien. Ja. En dan gaan we weer naar de volgende plek. En dat is? Mont Saint-Michel. Ja. Hoop dat het weer wat beter wordt. Ja, we gaan noordelijker. Dus dat voorspelt meestal niet veel goeds. Nee, we zullen het zien. Ja. Oh, en we gaan weer vertrekken zoals we net zeiden. Ik heb het vuil weggegooid en dan kunnen we gewoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Het zonnetje schijnt. Ja, het schijnt. Maar we hebben toch onze regenjasjes aan. Ja, je weet maar niet, hè. Jij bent bepakt en bezakt. Zeker. Want we gaan naar? Mont Saint-Michel. Ja. En daarna nog een stukje toeristische route. Ja.
Je hebt je foto genomen, hoor. Ja. Maar eigenlijk ben ik alweer te dichtbij voor de telelens. Dus ja. Kan verkeer, hè? Ja. Aangekomen bij de... Een? Molen. Molen. Hij is vandaag dicht. Ja. Anders had je er wat kunnen drinken. Ja. En een rondleiding, volgens mij. Ja. Maar jij hebt je foto's genomen. Ja. Daar, nou, ik denk niet dat jullie het kunnen zien, maar daar is... Mont Saint-Michel. Ja, daar zijn we niet naartoe gegaan. Er gingen busladingen met mensen. Dus we hadden zoiets van, ik weet niet of we daar wel zin in hebben. Nee, daar had ik niet zoveel zin in. Nee. Dus we zijn naar deze molen gefietst. Het is echt wel een mooi uitzicht hier. Ja, jammer. Maar het is een beetje bewolkte dag, dat is jammer. Maar we zijn in Frankrijk. Ja. We zijn nu in Bretagne, ja. Op de grens van Normandië. Ja. Dat was nog even een dingetje. Ja. We hebben Mont Saint-Michel gezien, tenminste van veraf. Ja. Ja. Het was iets te claustrofobisch en te druk gaan het worden. Ja. Inderdaad, wat jij zei, busladingen. Ja, echt. Busladingen mensen, ja. Zelfs nu nog. Ja. En we gaan terug naar de camper. Gaan lekker een broodje eten. Boterhammetje eten. Zin in? Ja. Morgen gaan we nog verder, maar dan gaan we Normandië echt in. Ja. We gaan naar een minicamping met een... Nederlandse eigenaar. Leden en Nederlandse eigenaar. Cites hebben ze heel veel. Maar daar laten we dan van alles nog wel van zien. Ja. Bij Maaike en Michiel. Oké. Dus ik ben even de naam van het... Ja, ik ook. De Cites. Zetten we er wel even... Zetten we erbij. Onder. Geen probleem. Oké. Goedemiddag Ineke en kijkers. En kijkers. Waar zijn we of waar gaan we naartoe? Waar zijn we? We zijn in Frankrijk, in Normandië. Ja. We gaan naar Domaine Amorica. Domaine Amorica bij Maaike en Michiel. Daar zijn we hartelijk uitgenodigd. Dus daar hebben we meteen gehoor aan gegeven. We moeten ongeveer nog een uur en een kwartier. We hadden gehoopt dat we
binnendoor zouden rijden, maar het blijft nog steeds snel weg. Ja. Dus nog. Dat is een beetje saai. Ja. En volgens de TomTom nog 76 kilometer. Op deze weg? Op deze weg. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus okay. We moeten zomaar even kijken of we er wat aan kunnen veranderen. Gaan we doen. Dit is toch wel, je zat te klagen over de snelweg, maar dit is wel weer tegenovergestelde. Ja, het is wel heel erg binnendoor. Ja, en dat nog 3 kilometer. Ja. Maar niet te hard. Nee, rustig. Het is echt... Het probleem is niet zozeer dat wij hier rijden, maar dat wat van de andere kant kan komen. Ja. Want dat rijdt hier nogal hard, soms. En die verwachten natuurlijk hier geen camper. Als dit de enige weg naar de camping is, dan zou je het toch wel zeggen. Nou, het is goed te doen hoor, daar gaat het niet om, maar even rustig aan doen. En er leiden meer wegen naar Rome, dus er zullen vast wel meer wegen naar de camping zijn. En wie weet kan het nog smaller, want we moeten zo meteen rechtsaf. Dus... Of wordt het weer breder, dat kan natuurlijk. Nou. En nu niet meer. Want daar hoeven wij niet heen. Nou. Rechts. Nee, wij moeten hier rechts afstaan. Oep, dit is een aardige bocht. Mooi huis hier. Mooi huis, zeker ja. 1 euro is goed. Zo, dit wordt smaller in. Hier. Zo ziet het er wel naar uit. Bestemming bereikt. Nou, we zijn gearriveerd. Ja. Ik denk daar. Ligt daar geen bordje met een pijl? Zo te zien wel. Hey Onno, zijn we een stukje aan het fietsen? Ja. Maar Google Maps wil ons steeds cross-country sturen. Aha. En dat waren geen fijne wegen. Nee. To be honest. Ja, het is hartstikke mooi hier. Ja. Het is nog niet echt warm. Het was het wel even, maar... Ja. Of warm, maar... We rijden een heuveltje af. Nou, het is nog heel vrij vlak. We hebben al een paar heuveltjes gehad. Zowel omhoog als omlaag. Ineke rijdt achter mij. Dat kan ik nu even niet laten zien. Ik heb echt even mijn 2 handen nodig. Kijk, daar hebben we Ineke. Kan je niet zien. Ja, nu wel, denk ik. Ja. Nou, gaan we weer een heuveltje op. Ja. Hey, ga jij eens naar je huis? Was de camper ook heel goed? Ja. Zo in het Bretonse land. Look at him.